Pure vrouwelijke artiesten, die staan centraal in de expositie Pure hier bij Art Center Horus in Sint Maartenslaten. Waarom die keuze vraag ik aan galeriehoudster Ninja van den Bos. Ninja, hier in Art Center Horus loopt er weer een nieuwe tentoonstelling, Pure. Welke artiesten worden nu belicht? Het is uiteraard mijn hoofdartiest Linde Ergo, om wie het nu een beetje draait, hè, boekvoorstelling. Maar niettemin heb ik twee prachtige artiesten daarbij betrokken, die ook zeker in het thema Pure passen. En dat is Sylvie Dupont. Zij maakt heel mooie transcendente werken, de kleuren, de natuur, heel puur. En dan hebben we Caroline Spanjaard en zij is een gastkunstenares, een heel jong opkomend talent. Als kunstgalerij geef je ook boeken uit met de werken van de kunstenaars, zoals het nieuwe boek van Linde Ergo. Hoe belangrijk is dat nu voor een kunstenaar? Eigenlijk wel heel belangrijk. Ik voel dat een kunstenaar het enorm apprecieert als eigenlijk de werken worden in een boek voorgesteld, de juiste setting, mooie fotografie. Mensen krijgen ook ideeën om een beeld ergens te gaan plaatsen. Dus de artiest, denk ik, en niet te vergeten, de toeschouwers zijn heel gelukkig, en zeker als zij daar een beeld van hebben, dat zij het beeld kunnen terugvinden in het boek. Linde, proficiat bij het tweede boek. Wat doet dat nu met jou als kunstenaar, zo'n boek? Het is hier een overzicht tentoonstelling en ook een overzicht van wat ik eigenlijk de voorbije 4 jaar gerealiseerd heb. En het is tof om dat eens in een boek te zien, natuurlijk. En tegelijkertijd is dat een afsluiten van een hoofdstuk en terug beginnen aan een nieuw creatief proces. Wat altijd spannend is, hè. Wat vind je allemaal terug in dit boek? Dus daar zit een heel breed, alle facetten eigenlijk in. Je zal er innerlijke stilte in vinden en een joie de vivre. Je zit daar een beetje van alles in, een soort balans in het leven, hè. Dus mijn inspiratie is het leven zelf. De mensen die ik rond mij zie en de dingen die ik zie in de wereld gebeuren. Het is een prachtig boek. En je hebt het al gezegd. Je begint aan een nieuw hoofdstuk. Wat mogen we verwachten? Ik word geïnspireerd door van alles. En uiteindelijk zijn het ook verschillende kunstvormen die mij kunnen inspireren. Dat kan een mooi muziekstuk zijn of een mooie tekst. En ik krijg een zaadje en ik plant dat en ik zal wel zien wat ervan gaat groeien. Uiteindelijk is het proces die boeiend is. En waar het naartoe gaat, ja, dat gaan we wel zien, hè. Sylvie, I see your work is very colorful. I think colors are very important. Yes, colors are actually, I believe, my language. Since I was a child, I can feel people through colors. And so I get sort of colorful images of states the people are in. And so that's why I begin painting this, to try to get it out of me and be able to look at it. It's different than your little paintings? Yeah, the little paintings, Evanescence, were really about the people I would meet in life and their essence. And here I decided to work with Mother Earth, with the nature. So I put myself in meditation and really get to know her energy, and that's what comes out. I just work as a channel to get the energies of nature out on the canvas so that people can receive that energy, those subtle energies that I feel and see with the colors. This way they can get through to others. That's the mission.